We hebben nog wel een goed voorbeeld van een programma waarin van tevoren goed wordt nagedacht over nou, welke lenzen nemen we mee, welke camera's nemen we mee. En dat is Drie op Reis. En er wonen hier zo ontzettend veel mensen. 1 op de 6 mensen op aarde leeft in dit land. En dat betekent natuurlijk vele culturen, talen, gebruiken, gewoontes. Eigenlijk te veel om in één reis samen te vatten. Maar we gaan een beginnetje maken. Ik ga namelijk reizen door het zuiden van India. Volgens mij gaat hij zo. July and steel and sheep. Nee, ik heb het ook uitgekozen, omdat dit draai ik dan zelf ook, dus om wel makkelijker praten. maar ja, bij Drie op Reis kijken ze altijd heel erg goed, vind ik persoonlijk. Dat is best een goed voorbeeld van een programma wat echt goed daarover nadenkt. Want ja, ze komen met een bestemming en dan, dan meestal belt de regisseur je even. En dan ga je sparren over, nou, wat gaan we doen? Welke items gaan we ongeveer draaien? En wat voor reis wordt het? Ja. Zodat we heel veel die keuzes doornemen. Dus we kunnen dan kiezen tussen een FS7 of een F5. Wanneer zou je voor een FS7 kiezen, Vince? In verhouding tot de F5, want in principe kijk, het plaatje is ongeveer, hè? Het scheelt sowieso al qua grootte. Ja. Dus het is wat lichter als je echt op reis gaat en je moet van hot naar her en sjouwen en sleuren. Nou, dan is een kleinere camera vaak wel wat handiger. Ja, alleen qua audio is dat dan niet. Qua audio dus helaas niet, omdat je dus analoge audio hebt. Ja. Dus dat is dan wel weer een naam. Ja, FS7 heeft dan wel weer, omdat het wordt vaak, of eigenlijk bijna altijd, zonder geluidsman gedraaid. En FS7 heeft dan nog wel weer de mogelijkheid dat als de cameraman zelf de audiozenders doet, om wel 4 sporen te gebruiken. Ja. Dus dat kan nog een nog bijvoorbeeld weer een dealbreker zijn. Ja. Als je met een geluidsman draait, is hij dan weer onhandig. Maar als je dan als cameraman zelf ermee werkt, kan dat weer een optie zijn. We hebben als het goed is Emil Stenjevenski, Emil, hoe spreek je je naam nog maar? Ja, daar is hij hoor. Emilio, we hebben aan de lijn. Normaal zit jij nu ergens in Verwegistan, maar ook nu gewoon. Ik bevind me nu op mijn vakantiebestemming. Ik laat je zien, mooi aan de kust. Jeetje, wat een mooie plek, man. Ja, de creativiteit is belangrijk. Want Emiel, qua pre-productie, waar denk je altijd over na voordat je dan op reis gaat, zeg maar? Nou ja, wat belangrijk is als je op reis gaat, je bestemming. Dus waar ga je naartoe? Ga je naar een stad? Ga je naar de jungle? Ga je naar een land waar ze camera's kennen? Of ga je naar een land waar ze heel erg schuw zijn voor camera's? Mm-hmm. Dus de bestemming is heel erg belangrijk voor de keuze voor wat je meeneemt. Ja, en bijvoorbeeld, kijk, India, daar hadden we de F5 mee met een cinezoom. Zaten we best wel lang, we zaten echt wel 4 weken of zo daar. Maar ik weet nog dat jij belde van, hey, we gaan ook dat nieuwjaar draaien. En toen kwam jij met Primes. Want jij bent best wel fan ook van Primes. Waarom is dat zo? Nou, die Primes hebben natuurlijk een ander soort feel van het plaatje dan als je met zoomlenzen werkt. Ja. En ook omdat primelenzen die hebben, kan je in het donker gewoon beter mee draaien. Ja. Dus je hebt meer diepte, scherpte, het is een ander soort vibe wat je meegeeft. Ja, we kunnen heel even naar een voorbeeld kijken van wat we dan in India primelenzen hebben gedraaid. Ik weet nog, er stond één gloeilamp, stond er. En er kwam het licht van buiten en dat was het. En dat is met die Samyangs. Hebben die hier ook ergens liggen? Ja, dat zijn hele kleine, compacte, makkelijke lentjes om mee te nemen op reis. Maar Kerala staat niet alleen bekend om haar palmbomen en torii. Dit is ook de geboorteplaats van een van de oudste dansvormen van India. Kathakali is basically a theater. This famous epics of India, Ramayana and Mahabharata, the stories from these epics are enacted. The characters communicate with mudras, and there is no dialogue. That dialogue is only through music and mudras. Mudras means the hand gestures.
It's a fully developed language. Ah, mooi gemonteerd ook, Emilio. Hey. Ja. Maar dit is heel duidelijk inderdaad dat die primes dan, die komen dan echt van pas. Dat weet ik nog, dat op dat moment, we hadden het eigenlijk bijna niet gebruikt, die hele reis. En toen kwam dat schattige huisje met al die prachtige dames. En toen waren we zo gelukkig dat we toch die primes mee hadden genomen. Dat vooraf dat hadden besloten. Ja. Ja, mee eens. Ja, zeker. Ja. Nee, want zou je mensen nog een tip willen geven? Dus voor de producers en redacteuren die nu kijken van... Ja, in hoeverre kan je nog tackelen, zeg maar, met de cameraman of... Ja, als je praat over buitenland... Ja, als je nu specifiek praat over buitenland, inderdaad. Ja. In het buitenland heb je vaak geen facilitaire bedrijven die kabeltjes of sensoren of lenzen of dingen kunnen maken of... op voorraad hebben liggen voor als jouw apparatuur kapot gaat. Dus als je naar een jungle gaat en je hebt dagen gereisd om naar die afgelegen spot te komen, dan is het heel erg vervelend als dan je apparatuur het begeeft. Dus wat wij bij Drie op Reis altijd doen, is daar rekening mee houden en een kleiner setje meenemen, zodat je altijd een backup hebt. Ja. Ja, dat is een goede tip ook. Ja, wij vliegen ook wel eens, ik denk dat het maar 4 keer per jaar gebeurt of zo, dat je een keer moet invliegen ergens naartoe om wat te brengen inderdaad. Dat is inderdaad heel vervelend als je dan backup hebt. Jullie hebben dan ook altijd een soort van handycam ook mee en de Osmo mee. En, dus daar kom je dan maar redelijk mee uit de voeten. Ja, of als je echt naar een plek gaat waarvan je weet dat het heel moeilijk en ook duur is om daar te komen, dan is het overweging om een extra setje mee te nemen. En dat hoeft niet... even groot setje te zijn, maar gewoon waar je wel mee uit de voeten komt, is pas goedkoper dan als iemand jou achterna moet komen. Ja, nou, ik vind het een hele goede tip, Emiel. Thanks. Ik spreek je. Houdoe! Yo, houdoe! Staat goed, hè? Staat goed in. Nee, om nog wel even één ding goed om aan te halen is dat zij heel veel programma's die worden op een gegeven moment bedacht en die komen uit een bepaalde camera met een bepaalde lens of lenzenset. En daar blijft het bij. En dat is wel bijzonder aan een Drie op Reis, is dat er echt wordt overlegd met de cameraman ook. Waar draai jij het liefst op? Wil jij een F7 vlog, liever een F5? En wil jij liefst een vaste lens of toch die ene zoomlens? En wil jij een cineservo, dat je een mooie zoombeweging kan maken? Of doe je het liever met fotolens, omdat we heel veel een berg opgaan en dan moeten we ineens 10 kilometer lopen, want dan kunnen we niet komen met de auto. Ja. Dat zijn allemaal overwegingen die dus van tevoren bedacht worden. Maar wel heel bijzonder is dat dit dus per reis wordt bekeken wat, wat de beste optie is. Ja. Ik heb hier een lensje die je dus mee had. Dat is deze ook, ja. Dat is de 50 mm. Niet de 50, maar niet zo goedkoop. En die is 1.5, dus dat is heel veel lichter dan een andere. Ja, hele lichtvoelige lensjes. Wow.